Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn favoriete producten van augustus zien. De maanden gaan zo onwijs hard en augustus is gewoon alweer om. Het is tijd om even mijn favoriete producten van augustus met jullie door te nemen. Het zijn best wel veel producten. Dus ik probeer er een beetje op een snellere manier doorheen te gaan. Maar mocht jij benieuwd zijn welke producten ik van augustus dus heel erg fijn vind, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met dit oogschaduwpaletten. Dit is het Awesome Eyeshadow 12 Color Palette van Travel Beauty. Dit is een palette van de Action. Achterop het doosje staan de kleuren vermeld. En het is een doosje gemaakt van blik. Dat zie je steeds vaker bij de Action. En ik vind dat heel erg leuk. Er zit een spiegel in. Er zit wel plastic voor. Die laat ik meestal zitten omdat ik spiegels niet gebruik. Er zit een dubbelzijdige applicator bij. Dat is deze. Er zit een sponsje aan en een kwastje. Ook deze gebruik ik meestal niet, dus die laat ik gewoon zitten. Ik weet ook dat heel veel mensen ze eruit halen. Dit zijn de kleuren. Het zijn felle kleuren met echt heel erg veel pigment. Je ziet dat ze wat korrelig zijn. Dat betekent vaak dat het pigment heel goed is. Ik heb vooral gebruik gemaakt van deze kleuren, maar er zit ook echt goud, blauw. Een paar nude kleurtjes en vooral veel roze en ook nog groen in. Echt een super mooi palette. Super goed gepigmenteerd voor een heel laag prijsje. Dus ik was hier heel erg enthousiast over. Dan heb ik een nagellakje van Essence. En deze is uit de Cosmic Lights. Een Cosmic Light Nail Polish. Ik heb hem in de kleur 03 To The Moon and Back. Het is een heel erg mooi glitterkleurtje. Paars-roze-achtig. Het is wel heel erg lastig om van je nagels af te halen. Ik was echt heel erg enthousiast. Ook probeer ik het allemaal een beetje schudden, want je ziet hem niet heel erg goed. Maar dit zijn dus de kleurtjes die hierin zitten. Je hebt hem echt in verschillende kleuren. En ik was echt heel erg enthousiast, want ook de dekking vond ik heel goed. Twee laagjes was echt voldoende om deze nagellak te laten dekken. Had ik niet verwacht. Oké, het eraf halen blijft een dingetje omdat het glitter is. Maar ik vind het wel echt een heel erg tof nagellakje die gewoon heel erg mooi is. Dan heb ik van Catrice een primer. Dit is de HD Active Performance Primer met SPF 30. Deze zit in een glazen flesje met pipetje. Hij zou sportproof zijn. Nou, ik sport niet, dus ik kan dat niet testen. Water and Sweet Proof. Pore Minimized Effect. Dus hij zou je poriën ook kleiner maken. Ik merk dat nooit zo heel erg goed, maar hij brengt wel heel erg fijn aan. Je hebt dus, zoals ik al zei, zo'n pipetje erin zit. Het is best wel een wat dikkere structuur voor een primer. Maar ik was wel heel erg enthousiast. Je moet hem wel goed schudden voor gebruik. Heeft de naam 010 Active Life. En ja, ik was eigenlijk wel heel erg enthousiast over deze primer. Ondanks dat ik het aanbrengen wat lastiger vind met zo'n pipetje, vond ik het echt wel een heel fijn product. Hij is wel heel erg, hoe moet ik het noemen, vloeibaar. Dus je moet wel echt een beetje uitkijken dat je niet te veel opsmeert. Maar ja, hij voelt zacht aan. Hij ruikt ook lekker. Dus echt een hele fijne primer is dit. Dan heb ik een liquid lipstick van Essence. En dat is de Color Boost Mad About Matte. Ik heb deze in kleur 07 Seeing Red. Het is dus een rode kleur. Ik heb hem ook wel eens in een glanzende variant getest. Daar was ik ook heel erg tevreden over. Want echt het pigment van deze liquid lipstick is echt heel erg goed. Heeft gewoon zo'n kwastje waarmee je hem aanbrengt. Droogt mooi op. Blijft mooi lang zitten. Ik was echt heel erg enthousiast. Het is niet heel diep rood. Het is een beetje een gewoon rood. Ik heb trouwens nu geen swatches gemaakt van de producten. Maar je kunt altijd even de reviews nalezen op mijn blog. Daar staan de swatches ook op. En mijn bloglink staat in de beschrijving. Maar dit vind ik echt wel een hele fijne liquid lipstick. Ik hou wel heel erg van liquid lipsticks de laatste tijd. En dit was echt ook weer een toppertje daarin. Dan heb ik een liquid liner van Catrice. En deze komt uit de Rock Culture Feel New Black Liquid Liner 24 Hour Line. We kennen de Rock Culture lijn al een beetje van de mascara's. Die waren ook heel erg fijn. En zij heeft ook hetzelfde ribbel effect als de mascara. Je hebt hem in verschillende kleuren. Ik heb dus voor zwart gekozen. Heeft de naam Black Sabbath. En het kwastje is heel erg fijn. Hij blijft wel echt retegoed zitten. Het is een smal kwastje. Je kunt er heel precies mee werken. Alleen ik heb hem wel een paar keer in mijn ooghoek gekregen. Omdat hij zo intens is. Maar hij is dus echt intens zwart.
heel erg mooi, long-lasting en heeft een beetje een shine finish, zeg maar. Ja, ik vond dit echt een hele mooie eyeliner. Mocht je niet zo van zwart houden, ze hebben dus meerdere kleuren. Maar bij mij gaat zwart altijd wel een beetje. Als ik eyeliner gebruik, is zwart mijn favoriet, zeg maar. Zwart gaat boven alles. Dus ja, echt een hele fijne eyeliner. Dan heb ik een liquid highlighter van Essence. Deze komt uit de hashtag InstaPerfectLine. En dat is deze. Het is een heel klein flaconnetje. Er zit 15 milliliter in. Heeft de naam 10 hashtag Cold Addiction. En deze vond ik echt heel erg mooi. Ik heb deze aangebracht over mijn foundation heen. Daarna afgevoerd. En je zag hem gewoon heel mooi zitten. De opening is wat minder fijn. Want dit heeft deze opening. En er komt eigenlijk al heel snel ook eyeliner uit. Maar goed, ondanks dat vond ik het echt wel een hele fijne eyeliner. Die gewoon, of highlighter bedoel ik, waarom zeg ik nou eyeliner? Een hele fijne highlighter die je gewoon heel erg mooi ziet zitten op je gezicht. Die mooie glans geeft en niet te overheersend is. Dus dat is deze. Dan heb ik een geurtje. Dit is de Shallow Eau de Parfum. En deze is van de Lidl. Deze is 50 milligram. Best wel een grote. De ingrediëntenlijst staat op de zijkant. En je hebt deze in blauw en in het rood. Ik vond deze, of oranje, ik vond deze heel erg lekker. Ik heb intussen ook de blauwe gekocht omdat ik die ook heel graag wil testen. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn moeder vroeger deze luchtjes heel erg vaak kocht. En die gebruikte ik ook heel graag. En het is gewoon zo'n flesje. Het is gewoon een basic parfum. Maar hij is wel heel erg lekker. Ja, als ik hem zo weer ruik, word ik helemaal weg van de geur. Ja, het is een vrij low budget geurtje. Je moet daarvan houden. Maar ik vind het leuk om af te wisselen met wat duurdere geurtjes en low budget geurtjes. En omdat ik gewoon eigenlijk deze nog heel erg kende van vroeger, vond ik het gewoon leuk om deze gewoon eens opnieuw te testen. Van vind ik het nog steeds een lekker geurtje. En dat is het geval. Dus dat is deze Eau de Parfum van de Lidl. Dan heb ik een liquid lipstick van Catrice. En deze komt uit de Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick. Dat is deze. Ik heb hem in de kleur 030 Exotic Rebel. Het is een beetje een donkerrood kleurtje. Hele mooie verpakking, ook zo mat. Ik vind dit ook heel erg leuk dat ze nu dat Catrice logo er zo in verwerken. Echt een heel erg fijn kleurtje. Is ook long lasting. Hele goede pigmentatie. Blijft echt heel goed zitten. Heeft een wat dikkere applicator. Waardoor je eigenlijk heel erg goed kunt aanbrengen. Ja, echt een hele mooie kleur. Ik denk dat ik misschien nog wel meer van dit soort wil toevoegen aan mijn stash. Omdat ik dit gewoon echt hele fijne kleuren vind. En ik de laatste tijd dus echt heel erg ben van de liquid lipsticks. Dus dat is deze van Catrice. Dan een oogschaduwpalette van Essence. En dat is de GD Sydney Eyeshadow Palette. Dat is deze. Heel erg mooi palette. Met echt hele intense kleuren. Ik vind de verpakking gewoon heel leuk. Het is gewoon gemaakt van karton. Maar wel heel stevig karton. Als je hem open doet, heb je een spiegel en je ziet ook dat het patroon doorloopt. En dit zijn de kleuren. Je hebt shimmer en matte kleuren. Het zijn wat intensere kleuren. Je moet hiervan houden, maar je kunt hier echt hele mooie ooglooks mee creëren. Het pigment is echt super goed. Je kunt hem opbouwen, je kunt hem mooi inblenden. Ja, dat is voor mij altijd wel echt een heel fijn iets. En ja, ik hou gewoon echt van dit soort paletten. En ja, dit is gewoon ook weer zo'n toppertje die ik gewoon lekker aan mijn stash wil toevoegen. Waar ik ook heel erg gelukkig van word. Dus dat is het GD Sydney Eyeshadow Paletten van Essence. Dan heb ik een bronzer power en deze komt uit de Glow X Limited Editie van MUA. Dat is deze, een lekkere grote bronzer. Heeft de naam Golden Dunes. Het is een bronzer met meerdere kleuren. Zoals je kan zien, hij is lekker groot. Zoals ik al zei, hoeveel gram is dit eigenlijk? Staat dat erop? 15 gram. Maar je hebt dus verschillende kleuren. Je kunt ze los van elkaar gebruiken, maar ook gemengd. Ik kies dan altijd voor het gemengde, want ik vind vooral die donkere kleuren heel erg tof als je dat terugziet. Heel mooi paletten. Ruikt niet raar, heeft een heel mooi relief aan de binnenkant. Echt een super tof paletten. Ook mooi dat oranje met dat goud. Dus echt een hele fijne bronzer die een goede pigmentatie geeft. Dan heb ik een foundation van Makeup Revolution. En dat is de Matte Base Pore Blurring Full Coverage Foundation in de kleur F1. Hun werken met F-kleuren. En volgens mij is dit niet de lichtste. Volgens mij is het lichtste volgens mij F05.
Dat weet ik niet zeker uit mijn hoofd, maar ik vond het echt een hele fijne, fijne foundation. De kleur paste heel goed bij mijn huid. Heeft gewoon zo'n opening. Het is wel een tubetje waar ik normaal niet heel erg fan van ben. Maar ja, het gaat wel weer om het product wat erin zit. En deze foundation die brengt zo mooi aan. Je hebt echt een hele matte basis op je gezicht. Vooral als de kleur goed passend is. Ik werd hier gewoon echt heel erg gelukkig van. Dus dat is deze hele mooie foundation van Makeup Revolution. Het is ook de eerste keer dat ik een foundation heb van Makeup Revolution. Maar ik ben er echt super tevreden over. Dan heb ik een aantal producten uit een limited editie van Catrice. En volgens mij is dit de Addicted to collectie. En ik heb daar allereerst een aantal gezichtspalettes van. Ik heb allereerst de Passion Fruit. Dat is een groene. En ze zitten ook in een hulsje. En dan heb je gewoon, dit is dan de verpakking, zeg maar, stevig karton. Hier zit een blush, een bronzer en een highlighter in. En die hebben dan deze kleuren in de, zit een spiegel in. En dit zijn dan de kleuren. Je hebt twee highlighter, een bronzer, twee blushes en een highlighter. Heel goede pigmentatie hebben deze paletjes. Echt heel erg mooi. Dit is dan de Passion Fruits. Ze ruiken niet heel bijzonder. Ze hebben ook wel echt een beetje bijzondere namen. Wil je die namen echt even weten? Check dan nogmaals even mijn blog. Want dat is dus deze. Ik heb er in totaal 4. Want ik vond ze echt allemaal super mooi. Dan heb ik Sorbets. En dat is een roze palette. En deze ja, bevat blush, bronzer en highlighter ook. Dat is eigenlijk standaard. En dan zijn dit deze kleurtjes die hierin zitten. Zijn iets lichter. De allereerste is een bronzer. Dan heb je een blush, highlighter, bronzer. En dan heb je nog een highlighter. Dus dat is echt heel verschillend wat welke paletten aanbiedt. Ook echt zo'n mooie pigmentatie. Heel blij mee. Dan heb ik de Patisserie's. Beetje chocolateachtig als je het mij vraagt. En deze heeft lichte kleuren. Vond ik ook heel mooi. Blush, highlighter, bronzer en nog een highlighter. Super mooi. Volgens mij komt het niet heel erg goed over de kleuren. Maar zo zie je ze iets beter. Gewoon een wat lichte paletten waar je gewoon wat lichtere kleuren mee kunt aanbrengen. Heel tof. En het laatste facepalette is het Chai Latte. En dat is een oranje facepalette. Deze heeft een blush, highlighter en twee bronskleurtjes. Dit zijn de kleuren. Is iets intenser het roze. Maar nogmaals, heel mooi. Je ziet ook echt heel goed dat ik erin gedipt heb. Dus dan zie je eigenlijk al dat het pigment van deze palettes gewoon heel erg top is. Dus dat waren deze face palettes. En uit diezelfde collectie heb ik ook oogschaduwpalettes. Ook deze hebben weer zo'n uitvouwbaar dingetje. Hier zitten, even kijken hoor. Dit zijn 12 matte en metallic oogschaduws. Dit is de Exotic Fruits. En deze past dan weer heel goed bij deze. Heel erg leuk om gecombineerd te gebruiken. Wederom een hele mooie spiegel erin. En dan zijn dit de kleuren. Ik vond dit echt prachtig. Ook die blauw tinten, dat roze, dat goud. Heel erg mooi. Leuk dat het gecombineerd is met matte en shimmer kleuren. Maar het pigment van deze palettes is zo geweldig. Ook deze hebben weer allemaal een aparte naam gekregen. Die kun je terugvinden op mijn blog. Maar mocht je nou zeggen, goh, ik zou het leuk vinden als je een keer bijvoorbeeld hier wat meer over vertelt in een video, wil ik dat ook absoluut doen. Maar dat vind ik voor nu een beetje onhandig. Dus dat is deze. Dan heb ik het Berries palette. Dat is deze. Deze is ook zo geweldig. Mooie kleuren, wat meer lichtere, wat beetje bruin tint, een beetje roze-achtig. Mooie highlighters in. Echt fantastisch. En super pigmentvol. Dan het Chocolates palette. Trouwens, deze berry die kun je dan weer mooi combineren met deze.
misschien even handig om jullie gelijk te laten zien. Het chocoladespaletten, dat is deze. Nou, hier zitten wat meer lichtere kleuren in. Een beetje nude looks kun je hiermee maken. Maar ook wederom weer super pigmentvol. Geweldig. Het heeft geen chocoladegeur trouwens. Het zijn een beetje normale geuren. Deze is dan weer heel erg mooi in combinatie met de patisseries. En de laatste, dat zijn de spices. En dit is ook een heel heftig palet, maar oh zo geweldig. Kijk, deze kleuren. Ik ga hier zo goed op. Echt geweldig. Hele mooie pigmentatie. Ja, ik kan niks anders zeggen. Ik vind het leuk ook dat die namen erop staan. En het grappige is, ik speel een spelletje en ik ken dus die spice, die kruiden, dus ken ik een beetje uit een spelletje die ik speel op de iPad. Die kun je dan weer heel mooi combineren met de chai latte. Dus dat waren deze producten uit de Addicted to Limited editie van Catrice. Dan waren dit alle producten die ik heel erg fijn vond van augustus. Ik ben weer heel erg blij met deze producten. Best wel veel oogschaduwpaletten trouwens. Maar dat kwam omdat ik een paar keer limited editie had. Ja, ik word hier gewoon heel erg vrolijk van. En ik denk toch dat deze palettes gewoon echt een van mijn favorieten zijn. Mijn grootste favorieten. Alles is natuurlijk favoriet. Maar dit zijn wel een van mijn must-haves die ik gewoon heel erg fijn vond. Ik ben wel benieuwd of jullie wel eens producten hebben getest die ik jullie heb laten zien. Misschien ben je wel benieuwd naar een product. Laat het me zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Vergeet dan ook even niet om op dat belletje te drukken, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe even dat duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!